Veel mensen ontvangen rond deze tijd hun vakantiegeld. Uit onderzoek blijkt dat lang niet iedereen het geld gebruikt voor vakantie. Waar geeft u het dan uit? Ik gebruik het eigenlijk gewoon voor kleding en om mijn zorg te betalen. Ja, dus ik gebruik niet echt voor vakantie, zeg maar. De vakantie? Vakantie, we weten nog niet waar naartoe gaan. Vakantie. Jij, ja, de volle map voor de vakantie? Ja, we gaan naar Italië. Oh mens, dat weet ik nog niet eens. Nee, echt niet. Als ik naar Turkije of zo, buitenland. Gaat u dit jaar naar Turkije? Dit jaar niet, eigenlijk. Oh, ik ben aan het vliegt er sowieso uit, natuurlijk het geld. Hè. Dus ik heb een accu voor mijn boot nodig, bijvoorbeeld. Dat is altijd welkom om een extra geld te hebben. Vakantiegeld, ja. Gaat naar de boot? Ja, soms. Ja, niet alles. Oh, ik krijg maandelijks vakantiegeld, dus voor mij geldt het niet voor... Het gaat gewoon per maand, dus ik krijg niet... Niet vandaag in ieder geval, helaas. En nou is het zo dat dit jaar het vakantiegeld voor veel mensen wat lager is geworden, omdat het anders belast is. Heeft u daar nog iets van gemerkt? Nee, ik weet nog niet hoeveel dat ik krijg, dus ik wacht het maar af. Ja, zeker. Het wordt gewoon van je afgenomen, soort van. Dus ja, het is niet eerlijk. Ik weet het echt niet. Durf het niet te zeggen. Echt niet. Daar hebben wij geen bericht van gehad nog. Dat weet ik nog niet. Ik heb het namelijk zelf nog niet helemaal uitgezocht. Maar dat zal inderdaad wel uit gaan maken. Wij zitten goed. We hebben goed gespaard, altijd zuinig geweest. En ja, geen gat in je hand, hè? Weet ik niet, nee. Tot nu toe nog niks van gemerkt. Nee. En vindt u dat het geld vakantiegeld moet blijven? Of dat het gewoon moet meegenomen worden in het maandelijkse salaris? Nee, laat maar blijven. Het is toch wel fijn, een extraatje. En in het maandelijks salaris, dan merk je er weinig van. Ik weet niet, vakantiegeld wordt er altijd zwaarder belast. Maar als je gewoon bij je inkomen zit, dan is de belasting waarschijnlijk minder. Dus dat zou u liever willen dan? Dan heb ik dat liever, ja. Toch. Dank u wel.